kun je mij vertellen wat je hebt gedaan voordat je zelfstandig bent geworden? Mijn eerste baan. Eerste baan, ja. Bij een McDonald's. Bij? Bij de McDonald's. Oh, ja, ja, ja. Daar heb ik een jaartje of twee jaar gewerkt. Ja. Dan weet ik 15 jaar. Dan leer ik, algemeen medewerker. Dan moet je dat opruimen, schoonmaken, voorbereiden. Ja. Lijkt me veel leuk. Ja. Toen moet ik stage lopen voor koksopleiding. Koksopleiding, ja. Stage, ja. En toen ben ik bij een hele mooie restaurant terecht in Nutteren. Bij de Nutterse Burg. Een heel hoog niveau. Waar was dat? Bij de Lunterense Boer. Oké. Okay. Van heel hoog niveau ook. Ja, leuk. De aanbevolen voor Michelinster. Hij is aanbevolen voor een Michelinster ook. Kijk, mooi zo. En dus heel hoog niveau met een mooie te maken. Als kok. Als kok. Ja. Maar dat is een heel team. Ja, met het team. Beetje heftig. Samenwerken is dan moeilijk. Met de commodieren. Zit een patat te gooien. Van de rug gaat je maar door de kip. Ja? Patat te gooien, ja, ja, ja. Ja? Want, hallo, pas op, ja. Ja, als je maar door de kip moet je mee roepen. Dan moet je een patat gooien. Duidelijk. En toen was je daar klaar bij de... Ja, een beetje buiten omgeving. Toen ben ik aan de automotor gaan werken. Ja. En op een gegeven moment is de automotor iets beter dan gokken. En toen? En toen moest ik naar een groter bedrijf. Ja. Bij een autobedrijf. Ja. Voor mij toch feit is het beter om grote bedrijven te werken. Beter bij grotere bedrijven te werken. Maar ik kon een klein bedrijf zitten. Toen ben ik weer teruggegaan naar de horeca. Ja, teruggegaan. En via een vriend heeft een beroep uit de glaaswetsig. Toen ben ik even met hem meegelopen. Om te kijken hoe het gaat. Geweldig. Ja, ging het en goed. En toen leuk. Met toen ben ik weggegaan. En toen ben ik meteen mee gaan de ramen wassen. Ramen wassen, ja. En dat was natuurlijk wel... Daar hebben we mee begonnen. Ja. Ja. Dat was het begin. Ja, dat was het begin. Nou, we gaan er zo meer over horen. Over het begin van jouw eigen bedrijf.